Lieve mensen met Christel, ga even gauw een kleurenkaartje voor jullie doen. Jullie kunnen uit vier diertjes kiezen. Dit is a Secret Language of Color Cards. Van Ina Segal. Ja, het eerste wat je kan kiezen is deze kikker. Tweede wat je kan kiezen is deze poes. Het derde wat je kan kiezen is dit varken. Ik hoop dat hij een beetje in beeld is. Ik weet niet of je focus, denk ik nou wel. En de derde is dit hondje, of de vierde is dit hondje. Is dat een soort tackle? Nee, een spaniel of zo, denk ik. Dus dat zijn de diertjes die ik kan kiezen. Dan zie ik jullie zo meteen bij de kikker. Lieve mensen, vergeet niet te liken, te abonneren op mijn kanaal. Jullie hebben, ja, seringen is dit. Geniet van het duidelijke horen. Dus waarschijnlijk luister je goed naar het universum, krijg je wel boodschappen door. Maar laten we kijken wat erbij staat. Nummer 43. Ja, de kleur lavendel natuurlijk, hè. Lila. Verbindt met intuïtie. Ja, ook met het universum, hè, dus de kruinchakra. Je hebt misschien meer inspiratie gekregen. Je bent misschien spiritueel wakkerder geworden. En dat helpt je om dingen te laten gaan, hè, deze hele zware, intense energieën. En het creëert ook meer vrede. Help ook met oog- en oorproblemen. En help ook je geheugen en de mogelijkheden om te concentreren. Het is de kleur van zachtheid. Ja, het hele lieve, zachte, rustige energie. Ja, dus het zorgt wel dat je dingen duidelijker hoort en dat je meer verbonden bent met het universum, dat je wakker bent, dat je spiritueel echt wakkerder wordt en help je om die hele intense energie waar je in zit, om dat tot rust te brengen, hè? Dat je meer vrede voelt. Dus als je oog- en oorproblemen hebt, is handig misschien om deze kleur te dragen. Goed, dat was de eerste groep. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken. En tot de volgende keer. Doei! Hallo, de tweede groep met deze, ja, poes. Het is een hele aparte poes. Jullie hebben de kleur rood. Bevrijd jezelf van pijn. Dat is een dahlia wat hierop staat, hè? Ja, zorgt ook voor vitaliteit, voor kracht. Zorgt ook voor overvloed in je leven. Helpt voor bloedproblemen op te lossen. Zorgt voor circulatie, heling. Helpt voor de koude gebieden in je lichaam. En zorgt voor reducing van de pijn. Dus zorg dat de pijn minder wordt. Misschien heb je fysiek en lichamelijke wat klachten. Rood kan ook zorgen voor dat de depressies een beetje, als je dat draagt, onderdrukt worden, hè, dat je niet meer zo depressief bent. Gebruik het rode zwaard van licht om alles te helen op alle levels. Dus ja, misschien ben je een beetje, heb je heel veel pijn, voel je een beetje depri. Ja, dat is menselijk natuurlijk, hè.
probeer hier toch uit te komen. Dus ja, het is wel een kleur die wel vitaliseert, rood. En kracht geeft. Dus je kan iets roods aandoen, hè? Een rood truitje of een rode ketting, dat soort dingen. Dus je zit waarschijnlijk in een pijnlijke proces. Dus ja, probeer je daaruit te bevrijden. Vraag hulp aan de engelen. Die kunnen ook heel veel doen. In ieder geval, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hallo mensen van het varken. Ik zal deze aan de kant schuiven. Zo. Perzikkleur hebben jullie. Het heeft met de ademhaling te maken. Adem frisse lucht in. Breeze of life. Adem van het leven. Nummer 19. Ja, jullie hebben ook stress en ja, gespannenheid van het lichaam. Zorg ervoor ook dat het wat minder wordt. Vooral in de longen en de borstkast. En zorg ervoor, als je bijvoorbeeld je huis zo'n heel licht oranje maakt, dan ja, is dat rustgevend, hè? Dus erg goed voor de longen. Sta open voor nieuwe mogelijkheden. En staat ook dat jij overvloed aantrekt. Ja, de perzikkleur. Zorg voor dat verjonging van de longen, dat je ergens aan vast zit. Dus misschien zit je ergens nog aan vast. Het is handig deze kleur te dragen dan, hè? Of ja, gewoon. Het is natuurlijk een hele zonnige kleur, hè? Een beetje geel perzikachtig. Daar word je wel een beetje blij van als je dat ziet. Dus het opent wel nieuwe mogelijkheden. En overvloed. Dus dan zorg een beetje dat die stress en dat heftige een beetje weggaat uit je lichaam. Verzacht een beetje. En vooral voor de longen en voor de borstholte. Goed voor mij. Ik zit vaak alweer te hoesten de laatste tijd. Jullie hebben het wel weer gemerkt, denk ik, tijdens de reading. Dus het gaat weer wat minder nou weer. Het is een tijdje goed gegaan. Dus ja, ik weet niet of ik deze kleur heb eigenlijk in huis. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Oké, deze met een hondje. Hier hebben we de kleur ruby. Robijn is dat, hè? Ja, je bent een robijn in Gods ogen. Verjongt jouw lichaam. Het is een kleur van ja, verjonging, kracht. Zorg ervoor dat je weer vol energie zit, enthousiast bent voor het leven. Kleur van overvloed, moed, doelen bereiken en motivatie. Ruby helpt moedige, verlegen mensen aan om uit hun shell te komen, uit hun schelp te komen. Voor het bouwen van zelfvertrouwen. Ja, dat je weer helemaal tot leven komt en dynamisch bent. Daar zorgt kleur ruby voor. Ja, ook alweer een beetje rode kleur, net als die andere. Dat je weer, ja, dat je weer beter voelt, hè? Meer enthousiaster in het leven. Dynamischer. En dat je weer niet zo verlegen hoeft te zijn om je te laten zien, hè, wie je bent. Dus echt dat vertrouwen opbouwen van kom uit je schelp, uit je grot, noem maar op, hè. En ga echt leven en wees dynamisch. Dus ja,
Laat alle pijn los, de stress los. Het lichaam mag helen. Ja, echt meer energie hebben ook. Goed, dat was deze kleur. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!